Het is vandaag 3 februari 2017. Mijn naam is Chris en dit is natuurlijk het Game Nieuws. En voordat we overgaan naar alle onderwerpen van vandaag, wil ik even doorgeven dat wij op het tweede kanaal, Paul en ik dus, op de Headwitzers, hebben wij vanavond een hele toffe giveaway. Namelijk DLC-codes voor Sabotage, hè? De DLC 1 van Infinite Warfare. Wil je een code winnen voor op de PlayStation 4, dan moet je daar eventjes vanavond naar kijken. We beginnen vandaag met PlayStation 4 nieuws, namelijk verkoopaantallen die naar buiten zijn gekomen en ook cijfers. Nou, de cijfers zal ik jullie gaan sparen, want dat is niet zo heel erg boeiend, maar meer over de aantallen die verkocht zijn. Namelijk 9,7 miljoen stuks in het derde kwartaal van het fiscale jaar 2016. En ik zeg fiscale jaar, ik las het ook zo op internet. Ik weet niet precies of ze een gebroken boekjaar hebben daar bij Sony of een niet gebroken boekjaar. Voor de duidelijkheid, een gebroken boekjaar is bijvoorbeeld dat je een jaar begint in maart, ik zeg maar wat. En dan eindigt die het jaar erop in maart. Dat noem je een gebroken boekjaar. En een gewoon fiscaal jaar is natuurlijk gewoon van januari tot december. Maar in ieder geval, van het derde kwartaal van het fiscaal jaar 2016 is 9,7 miljoen stuks verkocht. En voor de duidelijkheid, het jaar daarvoor was het dus maar 1,3 miljoen stuks. Dus ja, zeg wel dat in ieder geval heel erg goed gaat daar bij PlayStation, oftewel Sony. En dan For Honor. Ja, de game die natuurlijk binnenkort uitkomt, die krijgt ook een Season Pass. En ik moet je eerlijk zeggen, ik las eigenlijk daar een beetje in dat je de meeste dingen eigenlijk wel krijgt in de game. Maar eigenlijk door die Season Pass kan je het gewoon eerder krijgen. Er zitten wel wat extra dingetjes bij. Je krijgt bijvoorbeeld 6 elite outfits, een exclusieve emote. Geen flauw idee wat dat is eigenlijk. 3 exclusieve emblems en 3 scavenger crates voor extra gear. Daarnaast krijg je ook champion status voor 30 dagen. En dat betekent dat je daar een XP boost krijgt. Je kan sneller je XP verdienen in de game. In ieder geval, er komt dus nieuwe content aan. En in ieder geval per seizoen 2 nieuwe heroes. Totaal 6 heroes maar liefst. Daarnaast, de game komt uit natuurlijk 14 februari, maar er is nog een open beta beschikbaar vanaf 9 februari. Dus ja, moet je wel eerlijk zeggen dat ik zelf vind dat ze best wel kort voor de release van een game nog een beta gaan naar buiten brengen. Ja, ik weet niet of dat echt handig is om dat zo kort te doen. Anders zie je misschien nog na die beta nog misschien wat updates wil doorvoeren. Vind ik allemaal een beetje heel erg kort dag, maar in ieder geval 9 februari dus de open beta van For Honor en 14 februari is de game beschikbaar in ieder geval op de PC, Xbox One en PlayStation 4. Ja, EA heeft bevestigd dat er weer een nieuwe FIFA aan gaat komen. Natuurlijk FIFA 18. Het is nieuws wat niet heel erg spectaculair is, maar toch FIFA 18. Het is bevestigd in ieder geval door EA. Release data is daarvan nog niet bekend, maar we kunnen wel een beetje inschatten dat waarschijnlijk de laatste week september, eerste week oktober, de nieuwe FIFA gaat uitkomen. Meestal verschijnt ongeveer 2 weken eerder de nieuwe PES. Dus ik verwacht in ieder geval laatste week september, eerste week oktober. Wat wel bevestigd is binnen FIFA 18, is dat er een nieuwe De Journey zal uitkomen. En dat heet dan De Journey seizoen 2. Ik ben er in ieder geval benieuwd naar. De Journey is echt een heel leuk iets wat er in FIFA 17 zit. Mocht er meer nieuws van naar buiten komen, dan zal ik jullie uiteraard dat vertellen. En dan wat nieuws over Skate 4. Want vorige keer gaf ik aan dat Skate 4 waarschijnlijk uit gaat komen omdat daar een of andere een of andere werknemer daar heeft gezegd hashtag Skate 4. En iedereen, de geruchten gingen natuurlijk rond dat de Skate 4 zou uitkomen. Maar helaas, EA heeft aangegeven dat ze nog niet aan het werk zijn. Tenminste, het zit nog niet in de planning gewoon eigenlijk. Dus ja, we gaan gewoon afwachten. Helaas, Skate 4 nog eventjes op hold. Ja, en dan nog meer nieuws van EA. EA is goed bezig, maar ze hebben natuurlijk wel een hele grote marktaandeel, moet ik eerlijk zeggen. Star Wars Battlefront. Het krijgt een vervolg namelijk dit jaar. En oftewel Star Wars Battlefront 2. En release data ongeveer rond de feestdagen van dit jaar.
Verder is er nog niet heel veel bekend, ja, dat er heel veel storyline in zit. Want er komt namelijk ook een single player in Star Wars Battlefront. Ben er wel benieuwd naar. Voor de duidelijkheid, in Star Wars Battlefront 1 zit dus geen single player. Het was alleen maar multiplayer. Ze hebben in ieder geval bevestigd dat ze dat wel gaan toevoegen. En dan het nieuws over Final Fantasy. Want Final Fantasy 12 komt als remaster op 11 juli van dit jaar naar de PlayStation 4. Het deel heet The Zodiac Age. En in ieder geval, het is dus een remaster van een game van ongeveer een jaartje of 8 tot 10 oud. Ik weet het niet precies, om eerlijk te zijn. Daarnaast hebben ze ook aangegeven om meerdere Final Fantasies te gaan remasteren. Best wel leuk. Er komt namelijk ook in ieder geval een remake aan van Final Fantasy 7. Ja, en binnenkort komt er een nieuwe update uit voor Fallout 4. Namelijk 1.9 is de update. En voor de duidelijkheid, hij verschijnt in ieder geval, zover ik het weet, tot nu toe op de PlayStation 4 en op de PC. Op de PlayStation 4 zorgt het in ieder geval voor dat je tot een resolutie kan gaan van 1440p. En op de PC kan je ook omhoog gaan. Tot welke resolutie weet ik niet precies. Maar in ieder geval waar ik wel van schrok, is dat de game de update 58 gigabyte gaat zijn. RIP mijn harde schijfruimte. Ja, en er komt eindelijk weer een nieuwe Need for Speed aan. En dan denk je van Chris, Need for Speed, dat verschijnt elk jaar. Nou, dat is niet helemaal waar, want de laatste paar jaren zijn ze bezig om gewoon Need for Speed wat minder vaak uit te brengen. De laatste keer was namelijk in 2015. Nieuwe deel komt in ieder geval uit in 2018. En die gaat een vervolg zijn in ieder geval op de reboot van de Need for Speed serie die in 2015 is verschenen. Daarnaast is het alweer het 23ste deel van de Need for Speed serie. Dus ik zou zeggen, laat maar komen die shit. Afgelopen week was er een dubbel weapon en dubbel gewoon XP event op Infinite Warfare en op Modern Warfare Remastered trouwens. Maar dit weekend is er namelijk een extra dubbel crypto key event op Infinite Warfare. Dus je krijgt in ieder geval dubbel crypto keys. Altijd handig natuurlijk als je gewoon nieuwe wapens uit de pakketjes wil halen. Dus het gaat in ieder geval in vanavond om 7 uur tot en met maandagavond 7 uur. Daarnaast kan je ook nog een keertje een paar dagen genieten van Demolition, want die keert tijdelijk terug in Infinite Warfare. Ja, en er komt weer een nieuwe race game naar de PlayStation 4 en de Xbox One, namelijk Flatout. Flatout brengt namelijk het vierde deel alweer uit en hij verschijnt in ieder geval in maart. Ja, gewoon lekker een ouderwetse race game. In ieder geval een trailer daarvan staat in de beschrijving. Ja, en ook Mafia 3 krijgt weer 3 nieuwe DLC's erbij. Namelijk 3 single-player DLC's. Ze verschijnen in ieder geval in maart, mei en juli. En ik heb ze even opgeschreven welke namen het zijn. Foster Baby, die verschijnt dus in maart. Stones Unturned verschijnt in mei. En Sign of the Times verschijnt in juli. Ja, vanaf 7 februari kan je weer gratis games downloaden op je PlayStation of je PlayStation Vita. Super tof natuurlijk, hè? Net zoals bij Microsoft doen ze dat ook 1 keer per maand gewoon. Ik heb in ieder geval weer een hele lijst binnengekregen. Normaal gesproken zit er niet heel veel soeps tussen. Maar dit keer kan ik wel zeggen, er zit in ieder geval 1 game tussen die wel leuk is. Dat is namelijk LittleBigPlanet 3. Die verschijnt in ieder geval op de PlayStation 4. Daarnaast op de PlayStation 4, Not a Hero, kan je ook gratis downloaden. Op de PlayStation 3 verschijnt er Starwall. En de game Anna Extended Edition. Over een Star Wars kan je ook nog spelen op je PlayStation 4 via Crossbuy dan. En dat geldt ook voor de Vita games Ninja Senki DX en Torgel. Die kun je dus ook op de PlayStation 4 spelen en op de Vita. Dit was weer het game nieuws van vandaag. Vergeet niet om een like te geven op deze video, want dat zou natuurlijk hartstikke tof zijn. En ja, kijk dus vanavond eventjes op de Headglitzers naar de giveaway. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Bye bye. Later.